Ik ben Enes, ik kom van Kosovo. Ik ben met mijn familie hier. Het is al 8 jaar dat ik in België ben, maar 2 jaar hier in Pierre Bleu. En wij zijn nog aan het wachten. Ik hoop dat wij iets krijgen. Waarom ben je eigenlijk gevlucht? Omdat bij mij in Kosovo er zijn nog problemen, maar ik was klein. Ik kan mij niet herinneren. Ik kan dat niet. Maar dat was echt veel problemen en ik wil niet van dat denken, weet je. Dat was echt niet goed. Ik ben graag geworden dat ik hier in België mag blijven. Maar nog niet zeker, maar ik weet niet wat wij doen gaan. Als wij in Kosovo teruggaan, dat was niet goed. Hoe oud was je toen je hier kwam? Ik was 12, 11 zo. 12, 11 en nu ben ik 18. Ga je nog naar school? Nee, niet meer. Wat wil je dan later eigenlijk? Stel dat je wel werk vindt, wat wil je dan doen? Nee, ik wil straks mechaniek maken, hè. Voor auto repareren en zo. Dat heb ik al 3 jaar gedaan. Je kent al wat van auto's? Ja, zeker. Mijn droom is dat ik mijn papieren in België krijg, werken en niet ik alleen, voor mijn hele familie. Met mijn hele familie papieren krijgen, wonen, een goede woning, een huis hebben, dat moet ik mee. Dat is mijn droom. We hebben niks te maken echt hier. Als je geen school, geen werk hebt, dat is niet goed. Hè. Maar we kunnen niks te maken en wat kunnen we maken? We zullen nog wachten, hè. Ik weet niet wat we maken kunnen. Dus je bent dikwijls buiten? Ja, ik ben buiten, met vrienden. Niks. Maar je hebt dus wel vrienden. Vrienden van hier? Nee, vrienden van Ivoire, de Deur. Je plant het kop. Ja, mijn mama is moslimaan en mijn vader is katholiek. Ik geloof niet. Of katholiek is goed. Voilà. Heb je een dier? Een dier, een hond. Hè. Heb ik graag een hond. Een hond, ja. Oh, ik kan me nog herinneren, vroeger als we in Kosovo waren, mijn broer die heeft nog een hond gegeven. Maar die hebben hem doodgepakt voor mijn ogen, van mijn broer ogen. En mijn broer, die, als hij niet naar de hond denkt, is echt maar die pakt pilletjes voor kalmeren, weet je. Die alleen die hond die door thuis van onze thuis kapot gemaakt. Die hebben nog die wilden ons slagen en zo, maar er waren nog mensen die naar ons waren. Daar hebben die. Ik weet niet echt, ik heb dat vergeten, dat was al lang. Ja. Ik voel me niet illegaal. Mensen zeggen ja, we zijn illegaal, we gaan niet buiten. De politie gaat ons controleren, meepakken, maar mij interesseert dat niet. Ik ben niet illegaal, ik ben een mens gewoon. Als de politie stoppen zullen, wat zal ik maken? Illegaal. Hè? Maar ik heb nog een adres hier, dat is goed. Voilà. Zou je nog ooit terugkeren naar Kosovo? Nee, als ik naar Kosovo terug ga, ik ga mezelf doodmaken. Wat zal ik daar? Die mij doodmaken, zal mezelf beter doodmaken. Hè? Waarom zeg ik? Voilà. Oké. Bedankt voor je open antwoord. Oké, man. Dank je.